voor de mensen thuis, als jullie het op YouTube zien, ik doe mijn best om allebei de beelden te kunnen gebruiken. Nou, dat is vorige keer ook gelukt, dus. Ik vergeet altijd dat het ook een beetje een creepy game is. Het was een nachtmerrie. Het was inderdaad een nachtmerrie, maar ik hoor jou nog steeds. Ik jou ook. Wow. En we zijn wel gemute op Discord, alle twee. Hallo, hallo. Ja, nu kunnen we praten via de walkie-talkies. Even kijken, denk je hier gewoon naar buiten? Ja, openen. Ik kan zwaaien blijkbaar, wacht. Ja, ik ook. Ik kan ook zwaaien, maar ik zie jou nergens, want er staat onder zwaai naar je partner. Ik denk meer dat het een soort van tutorial gebeurde. Ah! Ik kijk maar gewoon even rond hoor, want ik heb geen idee. Wat zouden we hier moeten doen? Zie jij ook die ijzeren deuren, die hebben een specifieke sleutel nodig. Ja, klopt, dat heb ik gezien. Oh, en ik heb iets gevonden waar ik aan kan draaien. Draai erop los. Oh, hij heeft het opgepakt. Het blijkt een stuur te zijn die ik mee moet nemen. En hij heeft een driehoekje met een hexagoon aan de binnenkant. Dus hij past niet op die twee deuren die zo te zien zijn, zeg maar. Nou, wat ik wel heb ontdekt is dat je de signaal van dit ding kan versterken. Op een manier. Die past hier niet op. Maar ik denk ook dat hij hier niet op past. Kijk, ik moet waarschijnlijk een groen icoontje hebben. Zijn er nog meer van zulke deuren? Oh. Hier, kijk hier eens. Wil je deze pakken? Ah ja. En dan in deze. Hoppa. Oké, we kunnen iets verder nu. Ik heb ook nog steeds zo'n stuur vast. Welk stuur heb jij vast dan? Een plusje. Ah, dat is goed om te weten. We kunnen in deze brum. Brum, brum, daar gaat hij weer. Oh, kijk, ik kan hier een garage openen met mijn wiel. Ik heb hier zo ook weer een poort waar je zo'n wiel voor nodig hebt. En dat is een hexagon volgens mij. Oké, goed om te weten. Ik heb nu... Waarschijnlijk kunnen we nu brum in. Laat maar, we kunnen brum nog niet in. Dit is wel het eerste spel dat we allebei op dezelfde plek zijn. Ja, klopt. Je zou zeggen dat hierboven wat zou zijn, maar er is helemaal niks. Ik sta op het dak. Ik heb een plusje nodig. Jij had het plusje, toch? Ja, ik heb een plusje. Kom boven op het dak, daar hebben we het plusje nodig. Badabadabab. Boep. Oh. Ik denk zomaar dat het signaal nu een stuk sterker is. Ik denk dat een van ons beneden moet luisteren en de andere hier moet adjusten om het signaal sterker te krijgen. Ah, dat is slim. Ga jij naar beneden of moet ik naar beneden? Ik ga wel naar beneden. Probeer maar.
zie jij bij jou boven iets veranderen of niet? Ja, ik zie of een paarse of een blauwe golflengte in mijn ding staan. Want echt het enige wat hier verandert is dan eigenlijk de audio-kwaliteit van dat ding. Maar ja, voor de rest zie ik niks veranderen. Zullen we even omwisselen? Dat jij even kijkt, misschien dat jij snapt wat ik hier zie. Is goed, ik kom naar boven. Ik ben dus de verkeerde kant op gelopen. En dat betekent dat ik dus helemaal om moet lopen. Dat is zuur. Maar ik zie nou wel wat de bedoeling is. Denk ik. Nou, dan snap jij het in ieder geval. Ik heb ondertussen wel weer een nieuw wiel gevonden die wel onder het ijs zit. Dus waarschijnlijk moet ik die eerst laten smelten. Maar dat doen we straks in de oven wel. Laat ik eerst maar even naar het gebeuren toe lopen dat jij kan zien wat er gebeurt. Doe eerst een keer omlaag. Nog twee keer. Nog twee keer. Nog één keertje, denk ik. Ja. En nou is naar rechts. Ja, oké, naar links dan. Nog een keer. Nog één keer, denk ik. Heb je nou duidelijk geluid? Ik heb helemaal geen geluid. Oké, dan ga ik mijn satelliet even draaien tot op het punt dat jij geluid hoort van mensen. Dan moet je even een seintje geven. Ja, ik hoor wat. Ja, maar ik heb nou geen lijntjes die ik aan moet houden. Dus misschien moeten we een andere hebben. Ik probeer even iets te bedenken hoor. Want we hebben dan een rode, paarse en blauwe lijn. En loopt weeft een groene doorheen bij mij. Bij mij kan ik dan de satellieten veranderen. Waardoor jij wel en geen stemmen hoort. En bij jouw knoppen kan jij de weeffrequentie aanpassen. Waardoor die bij mij kan matchen met de golven die ik nu in beeld zie. Maar moet ik dan niet nog aan de knoppen zitten? Ja, maar het ding is, bij elke stand waarbij ik een frequentievoorbeeld heb, hoor jij geen mensen. En waar ik geen frequentievoorbeeld heb, hoor jij wel mensen. Dus ik probeer even uit te goochelen van, wat moeten we dan hebben? Wat moeten we doen? Ja, ik zie wat er verandert. Hij moet iets kleiner, denk ik. En nu iets breder, ietsje naar rechts. Nu zou die goed moeten zijn, denk ik. En dat is dus het ding. Nu hoor ik hier beneden niks. Dat hadden wij net ook al. Dan weet ik het ook even niet. Misschien dat we het dan heel eventjes los moeten laten. Want ik zie anders niet wat de bedoeling is. Nee, is goed. We kijken wel even verder. Maar het ding is dus, bij degene waar jij geen voorbeeld hebt, hoor ik wel mensen. Dat is inderdaad wel raar. Overigens heb ik een tweede wiel gevonden. Dus, en volgens mij moet die binnen er ergens in. Dus als we samen naar binnen lopen, dan... Oeh, wat is dit? Geen tijd die we nu moeten besteden, blijkbaar. Oké. Dus, dit heeft niet zoveel zin. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... Kan ik hem hierin stoppen toevallig? Ah! Kijk! Ah! Lekker! Het is een vijfhoek, een roze vijfhoek. Dus als je een deur vindt waar die moet. Die ging voor mij hier zo links in de poort. Oh nee, ik heb een vijfhoek, dit is een zeshoek. Die past. Oh, hij past er wel in, huh? Het is een heel ander figuurtje, maar dat maakt niet uit. Moeten we hier niet allebei aan een lever trekken, denk je? Oh, hier mogen we ook al geen tijd aan besteden. Ik denk dat we echt toch... Ik zit tegen jou te praten, maar ik heb dat ding helemaal niet aan. Ja, dan schiet het niet echt op, nee.
Ik ben bang dat we toch echt iets met de signalen moeten, maar ik heb geen idee wat. Zeg maar wat ik moet doen. Rood is helemaal naar beneden. Eentje omhoog. En dan hele kleine golfjes, dus naar links denk ik. Dit zou moeten zijn. Ja! Er gebeurt nu iets. Ik heb nu radio met muziekjes. Nou, jij hebt hier naar beneden ook die rode lijn staan. Ja, dus ik denk dat we toch iets niet goed hebben gedaan met die andere kleuren dan. Dan ga ik even terug naar boven. Dan gaan we die weer eens proberen. Oké, dan zijn we nu bij blauw. Dus schiet hem maar even omhoog. Ja, hoog genoeg. Eentje omlaag. Heb je nu iets? Nee, ik heb nog niks. Maar misschien dat we nog een beetje kunnen spelen ermee. Op het moment. Moet je even kijken of je... Oh! Ik heb hem nu, Paddy. Ik heb hem nu. Het is weer muziek. Ah, godverdomme. Oké, dan gaan we nou paarsjes proberen. Want nu hebben we rood en donkerblauw gehad. Gaan we nu paars proberen. En dat is een stuk omlaag. Ja, ho. En nu verder uit elkaar. Ik heb hem weer en ik heb weer alleen maar muziek. Maar misschien lijkt mij toch dat dat de bedoeling is dan, of niet? Ja, we hebben er nog eentje en dat is lichtblauw. Dan gaan we die even kijken. Lichtblauw is omhoog. Nog één of twee tikjes hoger. En nu uit elkaar. Ik denk niet dat we op de goede hoogte zitten. Dan eentje hoger dan. Ja! Lekker, oké, en nu? Ik denk hier zo nu bij die kaart iets, denk ik. Ja, we moeten bij die kaart zijn. En ik denk dat de bedoeling is dat wij de coördinaten die worden omgeroepen op de radio, dat we daar met het rondje naartoe gaan. Ja, denk ik wel. Dus wat zei die Charlie 4 nog wat? Hij roept er heel veel, maar we moeten gewoon bij de eerste beginnen, denk ik. Charlie 753 bij Beta 754? Ja, ik zie hem. Ik denk dat we dat met het cirkeltje ook moeten doen. Even kijken. Dat is net een puntje naast ons huis. Charlie 735 en Beta 754. Ik denk dat we dat met het cirkeltje ook moeten doen. Even kijken. Ja, nu moeten we met ons kompas gewoon op dat huis gaan, denk ik. Nee, ik denk dat we dat huisje daar bovenin ook moeten hebben. Want hij geeft twee keer een coördinaat namelijk. Dus ik denk dat we dat huisje bovenin ook moeten hebben, toch of niet? Ja, die bedoelde ik. Oké, en dan gaan we even luisteren wat hij nog meer te zeggen heeft. Moment. Delta 195 bij Echo nog wat. Het is die signaaltoren schuin tegenover het huisje. Ah, we moeten er drie hebben, oké. Dus het is dat huisje bovenin en de toren. En dan die laatste moet ik nog even luisteren. Beta 481 bij Beta 447 of Charlie's 447. Is dat niet de Big Scary Monster Place?
of de Kiss from a Rose, die, die zeehond boven. Ja, volgens mij is het dus de uitkijktoren, het huisje bovenin en de Kiss from a Rose. Ja, volgens mij is het dus de uitkijktoren, het huisje bovenin en de Kiss from a Rose. Ja. Aha! Er is een structure, daar moeten we dan heen waarschijnlijk. Dat denk ik ook, maar hoe komen we bij de Asian structure? Met Brum! Oh. Ik denk dat dit te maken heeft met die tanks aan het water. Ja, zie je, er staan ook allemaal nummertjes onder. Een 5, 7, 8, 4, 7... 8. Is het een idee dat ik hier ga staan bij die meter? Is helemaal goed. Ah, ik zie al wat er moet gebeuren. Oké, wacht een moment. Zou jij alle dingen even uit kunnen zetten? Er staat hier een groen lijntje en daarvoor moet ik bepaalde cijfers hebben. Kan jij mij opgeven welke cijfers je allemaal hebt daar? Aan de linkerzijde heb ik een 8, 7 en een 5. Aan de rechterzijde heb ik een 7, 4 en 8. Oké. Dan moeten we heel even gaan kijken. Want we moeten uiteindelijk op 6 uitkomen. En we beginnen bij 0. Ah, dus dat is rekenen. Dat is nog 7, 7 en 8. Want 7 plus 7 is 14, min 8 is 6. Ja, heb jij 2 7's? Dan kan dat. Oké, dit werkt niet. Maar ik denk dat we niet boven de 10 uit zouden moeten kunnen komen. Ik heb een 7, een 5 en een 4. Wat ik denk dat we moeten doen is dat we in stapjes moeten werken. Want je mag niet boven de 10 uitkomen. En ik kan of min 4 of min 8 doen. Ja, ik heb hier dan een 7. Ja, je kan 7 doen. Ja, en dan kan jij min 4 doen en dan heb je 3. Maar ik heb geen... dingetje van 3. Dus dan komen we nog niet op 6 uit. Jawel. Als jij 7 doet, doe ik min 4. Doe jij weer een andere 7. En dan doe ik weer min 4. Ik heb nu 2 7's overgehaald. Ja, ik heb hem. Let's go. We mogen nu Brum in. Laten we Brum in gaan. Kan ik nu vrij met jou praten? Zo te horen wel. Ja, ik denk dat het gewoon... Het gaat dus echt in hoofdstukken. Dus dit was hoofdstuk 1. Dat is best wel vet. Inderdaad.